Yo kinders, vandaag speel ik Minecraft. Yeah! Je ziet wel dat het niet zo normaal is. Alle huizen zijn kapot en we zitten in de lucht. Deze mensen zien er best wel boos uit dat hun huizen allemaal kapot zijn. Dus ja, wat gaan we daaraan doen? Helemaal niks, we gaan gewoon Minecraft uitspelen. Eerst gaan we dit kapot slaan, zodat ik naar dat ander gebouw kan bouwen met mijn Minecraft skills. Oh, die gouden appel. Oh, letterlijk al op City. We hebben de game basically al half uitgespeeld. No cap! Waarom dit hier afhalen? En dan zet ik dat om naar meer hout. Dag meneer, mag ik hier vernachten? Oh, dat komt toch een zende op, jongen. Eigenlijk, ik wil hier gewoon wonen. Als u niet opzij gaat gaan, ga ik geweld gebruiken. Dansje te jong! Zijn het echt scheidend? Oké, okay, mag hier blijven. Fight! Wacht, misschien heeft hij iets anders. No. Nu heb ik spijt. Mensen, kijk dit Minecraft-trucje. Wow, ik ben echt een pro-gamer. Hopla. Wat ga ik met rails doen? Niks. Rails, ik ga naakt gaan. Dit is niet echt naakt. Dat is een heftig gevecht. Oh. We gaan even stokjes maken. Dat is wel een hele lange stok. Wacht. Wat doe je? Ja, die zombies maken mij niet echt bang. En ik denk dat die gewoon in de afgrond gaan vallen. En dat vind ik grappig. Haha. 1 diamond. 1 cent is het begin van een miljoen, zei men. Altijd. Nee, eigenlijk niet. Bruh. Ik heb geen idee wie dat zei. Een sprookjesbom of zo. Hier is trouwens een halve deur. Cool. Zou ik die sprong wagen? Oh, een enderman. Die moet ik killen. Oké, nu alleen deze sprong. And you fail, loser. Ik moet even op een hoog punt staan. Zo kan ik op een hoog punt staan. Veel plezier met branden. Wacht, nee, hier is niks. Bruh. Wat? Ik ga gewoon... Stop met doodgaan. Okidoki. Fight. Oh, dat was echt gevaarlijk. Oh, dank u voor het seksje. Oh, ik ben een half achter letterlijk. Ik heb letterlijk al genoeg obsidian voor naar de nether te gaan. Laat, ja,